Aan de overkant is het heerlijk in de zonnetje staan. Hier waait het windje in de schaduw. En dat betekent dat je gewoon een jas aan mag vandaag. Ziet er mooier uit dan het is, maar we zijn begonnen. Veenhof en Akla, dit is Koen Vloedgraaf. Via voet van een verdediger van Odin is dit een corner voor DVS in de 10e minuut. Quincy Veenhof kort op Nassim Al-Ablak. Harry Pinashi, deze lijkt ingestudeerd. Wie is daar? Dat levert de eerste mogelijkheid op voor DVS. Vloedgraven, terug naar Daan Huiskamp. Het handelen. En daar handelt hij iets te traag, waardoor het een doelpunt is voor Odin in de 19e minuut. Komt de ploeg uit Heemskerk op een 1-0 voorsprong. Ik wou net zeggen, typisch een wedstrijd van heel veel slordigheidjes tot nu toe. En ik denk, laat ik even mijn mond houden voordat jij het kan aankondigen, maar dit is de... Natuurlijk een grote fout van Daan Huiskamp, maar dat weet hij zelf ook. Efferen naar Vloedgraven. Van Dijk met iets ruimte. Opening, is een goede bal. Ja, dat komt aan. El Ablak. Zoekt de combinatie, Van Dijk. Pinacci kan ertussen komen. Nu Lars Dekker naar Van Dijk. Veenhof, steekballetje, ruimte voor een schot. Dit is Jeremy Jonker in de 25e minuut. DVS voetbalt een lastige wedstrijd tot nu toe. Slordig. Weet niet met de druk om te gaan van Odin. Resulteert ook in een aantal goede aanvallen van Odin. Komt er weer een aan. Kijk eens. Uit zijn rug, hé. Oh. Kinderlijk weggespeeld. 0-2. En zo komt Odin op een 0-2 stand in de 38e minuut. Wanneer ga je niet voetballen? Roemion nu. Kan die iemand vinden? Ja, dit is Veenhof. En dit is een doelpunt voor DVS. Keurig afgewerkt door de nummer 10 van DVS. Een assist van Benjamin Roemion. Nijland. Goeie bal hoor. Op Roemion. Geef hem weer aan Quincy Veenhof. Schiet voor de tweede keer niet raak. Zijn het. DVS is echt gevaarlijker nu. Maar komt het op tijd? Vrije trap. Yo! Dat is een hele goede vrije trap. Zo'n goede vrije trap hoor. Daar moesten die verdedigers met mannen mag verdedigen. Via het hoofd van Anicora, denk ik. Wie was daar? Stef Nijland was daar dichtbij. Aanval loopt door. Nou in de handen van de keeper. Dat had anders gemoeten. Bank van Odin veert op. Alsof ze kampioen gaan worden. Ja, goed resultaat kunnen ze belangrijke hier punten, ja, zeker. Voor Odin. Via de keeper dan. Wel te verstaan. Nee, via Stef Nijland. Brengt de bal in. Nee. Dit wordt een kans voor Odin. Gaan ze het dan... Hier. Laatste keer dat de scheidsrechter fluit. Teleurstellende resultaat hier. DVS. Wel een betere tweede helft gezien. Maar de punten gaan mee naar Heemskerk. En wij zien elkaar dinsdag weer. Peter Wesseling, het verhaal van deze wedstrijd. De eerste helft natuurlijk belabberd. Echt heel matig.
Nou, eigenlijk net als vorige week, weinig initiatief aan de bal. We konden aan de bal zeg maar, hadden we niet het initiatief. Veel achteruit, veel van schuiven van links naar rechts. Kregen geen middenvelders vrij op het middenveld. En we brengen onszelf in de problemen enorm. Hoe is zoiets te verklaren? Dat je als groep, spelersgroep, zo aan de wedstrijd begint? Alsof ze gisteravond een heel laat een party hebben gehad of zo? Ja, weet ik niet. Geen idee. Ik vond dat was vorige week natuurlijk al. Vorige week speelde ook niet goed aan de bal. En dat was eigenlijk vandaag weer zo. En vorige week gaf je geen kansen weg. Nu die 1-0, maar ook de 2-0. Volgens mij luiden we dat zelf in. En dan staan we er wel achter. Kansloze wedstrijd. Bijna kansloze wedstrijd, want in de tweede helft kwam er toch wel een herstel. Dat kun je toch wel zeggen. En ja, als we zo begonnen waren, dan was het misschien wat beter geworden. Ja, het is altijd achteraf. We hebben ook gezegd, uitdaging in de tweede helft. We hebben een uitdaging te doen, twee keer wisselen. En ik moet zeggen, er zat wel iets meer energie in, iets meer initiatief. Zeker ook door de komst van Benjamin Roemion. Ja, dat is dan de individuele kwaliteit. Die wat zelf wat kan creëren. Maar die is ook aan de gang. Die wil de bal hebben. Die is dynamisch. Die wil de bal hebben, wat ik al zei. En dan gebeurt er wat. En dan gaat niet alles goed. Maar hij heeft wel initiatief. Dat vind ik met name de eerste helft. Ontbrak eraan de eerste helft. Heel teleurstellend dit natuurlijk. Ja, dat is vreselijk. Ik ben trainer geworden om ook te genieten van mijn elftal en dingen terug te zien. Daar heb je vandaag niet heel veel van gezien. Terwijl het begin, om even een compliment uit te delen aan de tegenstander, dat zag er echt intens uit. Ja, nou ja, prima. Maar ja, ik ben niet voor DVS en dat zag er helemaal niet goed uit. Nee. Bij ons niet, nee. Nee, helaas. Nou, ik kan er heel veel van maken. Tweede helft, wat ik al zei, moet je pleisters plakken. Moet je nog hopen dat er nog iets komt. Ik moet zeggen, gewoon meer initiatief. Maar ook laten zien dat je het leuk vindt om te voetballen. En dat je graag de bal wil hebben. Enthousiasme, initiatief. Want daar zit het hem in. Wat ik al zei, eerst zelfs niet gezien. Proberen om het dinsdagavond tegen Goes weer even te verbeteren. Ja, natuurlijk. Het zal niet. Dit nemen we toch weer mee. Het mooie is van voetbal dat je volgende week weer een nieuwe kans krijgt. Voor ons is het dan nu al dinsdag. Het zijn altijd dagkoersen. Ik bedoel, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Volgende week of dinsdag kan het weer anders zijn. Het zal wel anders moeten. Zeker. Succes ermee. Ja, heel opgaaf. Dankjewel. Oké, bedankt.